maal nou bo en onder die lijn met diezelfde getal, dan krijg jy 12 op 16. Een interessante ding van breken is dat daardie breek en daardie breek precies diezelfde waarde het. Ons skryf het met verschillende getallen, hulle lyk heeltemal anders, maar hulle het precies diezelfde waardes, want ons het gemaal